Maar ik ben vandaag ook, moest ik in de auto zijn, zit ik in overleg. En dat ding gaat maar af. Piep, 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 piep. Tering nou. Ja, kappen we uit. Ja, lekker man. Ja, eens dan, hoor, naast hem. Hij is zwart. Maak ik het daar van bekend dat het derde kabel weer bekend is, actief is. Ja, die rug van mij kan natuurlijk even belagen, zeg ik. Ik heb die donderstenen. En nou worden we genaaid ofzo? Nee, dat weet ik niet uit, toch? Ja. Nou, dat worden we niet genaaid. Dat zit wel goed. Ja, Tom die liep ook al gisteravond nog, dan ik weet niet of ik het ga redden. Nou, ik zeg, wof. Dat is eigenlijk altijd voor dit soort dingen. Ja, kom je hem ophalen of ga je mee? Nee, maar ik heb wel gezien. Heb ik ook niet gehoord? Jongen, ja, heb ik helemaal niet gehoord. Maar ik hoorde niet. Die is natuurlijk onafhankelijk in 2010. En doet van alles om zijn eigen aansluit met de Antica. Maar helaas waren Hans en Tom waren bij mij. En Pons. Dus ik kreeg zijn voicemails. Wat moet ik van haar? Om het verstandig te houden. Ik heb er nog niet gezien. De Mongolen die stinken er helemaal in. Die denken dat ze echt toe wil spelen met de Antica. Ik weet wel beter natuurlijk dat ze bij de kader horen. Want weet dat ik zijn voicemail in gesproken. En Hans en Tom, die zitten tegenover. Ja, bijvoorbeeld, bewijs maar. Dat ja, 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 ja. Want de camera weer bij. Want ik vraag me dat de flikker kwam, want jij wordt gestuurd dat de club is. Dus hij zit helemaal tussen wal en stip. Hij hoort niet bij het vader. Ja, niemand. En dan kun je bij Hans en Tom aansluiten. Niemand land, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe ver hij was. Volgens mij zijn dat ook de enige die het nog filmen als we het gaan. We hebben gelijk gebruikt. En wat ik zou je vertellen, die staan ergens de filmen in de sfeer. Maar het zijn nog wel spannend. Ja, het is een camera. Ik zit op te kijken. Die vervrijd is. Hoe vaak? Ik werk pas 2,5 maand. Ik denk dat u dan zeker al 4 keer geweest is. Je kent hem niet meer. Het is een teringventje. Oh, zo normaal. Oh, ja, dat is een hele verhaal.
Hij is wel een gaaf van gozer, maar niet. Maar wij hebben, zeg maar, het idee. Wij organiseren één keer per jaar, zeg maar, een mannenweekend. Weet je wel, mannen. Dus de vrouwen gaan niet mee, alleen de mannen, weet je wel. En wij organiseren dat niet. En niemand weet waar wij heen gaan, behalve wij twee. En maar we willen hun graag weten. Hangt hij niet uit zijn camera af? Want hij is in staat om ergens een camera meer te houden. Echt zo? Ja, dat is wel zo. Gaat hij allemaal op YouTube zetten? Nee, ja. Om alles te pesten, zeg. Ja. Dat zou wat zijn, zeg. Maar hij heeft ons gezegd dat het om 6 uur hier moeten zijn. Maar jij zegt nu van, het is 6:30 pas reserveerd. Telefoon? Telefoon? Ik heb mijn woord, ik zeg niet ja. Ik denk dat nog een paar uur naar de tas mee uit. Hoe zit dat dan? Ik heb nog gedaan, tien jaar. Ik kom eruit, dus al een keer. Ik kom eruit, dus al een keer.